Wacht even. Wacht eens even. We zijn nou heel dicht bij dat geheime eiland van Bowser. Go, 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 go. Dit is het. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Bowser's Fury. Ja, ik had gewoon zin om een keer andere intro te doen. Oh, is dit een stomme intro? Want doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik snel verder met het pakken van kattenzonnetjes in Bowser's Fury. Want we hoeven er nog maar 20. En in deze video gaan we kattenzon nummer 81 tot 90 pakken. Eens even koenkaloeren. Moet ik hier nog wat doen? Hé, hey, hier is een katje. Maar hoe ga ik dat katje meenemen dan? Moet ik met het katje zwemmen? Kan ik met... Nee, ik kan niet met een katje zwemmen. Kan ik met een katje op Plessy's rug of zo? Want op dat andere eilandje daar was nog een moeder die katjes zocht. En Plessy, kunnen we samen op jouw rug? Ja! Ja, kijk! Ik kan samen met het katje op Plessy's rug. Heel nice. Op dit eilandje, en dat heb je kunnen zien in de vorige video, daar is een kattenmoeder op zoek naar haar drie katjes. En ik had er één gevonden, maar de andere twee nog niet. En ja, kijk. Oh, niet weggaan. Nee, niet... Oh, niet weggaan. Katty, kom eens. En nou niet straks weer in het water plempen, hè? Oké, vriendje, wil je nou alsjeblieft niet in het water springen? Hallo. Kijk, ik heb hier katje nummer 2 voor je gevonden. Moeder. Nu nog katje nummer 3. Misschien gaan we die ook in deze video vinden. Misschien ook niet. Anyway, Zors, ik moet hier nog wat doen. Wat moet ik hier doen? Een riskante race tegen de klokkie. Moet ik dan ook hierop plempen? Ja. Oké. Daar is de kattenzon. Oké. Laten we eerst even analyseren hoe dit moet. Oh, we moeten gewoon hier naar boven. Zo. En dan nu rennen. Oh, toch? Toch? Een soort van rennen, ja. En dan zo. En dan hier. En dan hier naar boven. En dan hier naar boven. En dan kan ik hopelijk hier naartoe. En dan hier naartoe. En dan moet ik hierop klimmen. Ja, dan hebben we nog 1 seconde. En dan, ja, kunnen we rustig springen. Kunnen we gewoon heel rustig hier zo dit jumpy maken. En hebben we hier zo sterretje nummer 81. Waarom zeg ik steeds sterren? Het zijn zonnen, Rick. Oh, Bowser is ook weer terug. Nou, zag ik hier ergens in de buurt ook blonkies? Kijk, hier, Bowser blonkies. Bowser, kom maar, vriend. Kom maar, hier. Kom maar weer met je Fire Blast. Je wilt toch zo graag Charizard zijn? Lekker, lekker. Dankjewel voor dit... Ja, dankjewel voor dit kattenzonnetje. Bowser is lekker aan het helpen, jongens. Heerlijk dit. Hatseflats. En dan is deze ook weer compleet. Moet ik daar nog... Ja, ik moet daar ook nog steeds wat doen. Hier bij deze gigantische windmolen-eilanden. Maar wat moeten we hier dan nog doen, hé? Eens even kijken. Ook een race tegen de klok. Daarvoor moet ik Kalamaan hier naar boven. Ja, oké. En dan ja, dit doen. En dan heb ik waarschijnlijk weer 20 secondjes... Oh, oké. Dan moeten we helemaal daar naartoe. Kan ik niet gewoon erin klimmen? Laat me gewoon lekker erin klimmen. Ik ben toch katten, Mario? Go, 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 go. Oké. Misschien was dit toch geen goed plan. Ik denk dat we dit toch niet gaan redden, jongens. Ik denk niet dat wij de... Nee, oh, nee, nee. Oké, nee. Ik denk dat dit wel moeilijk is, trouwens. Ik denk niet dat dit heel erg makkelijk is. Let's go. Go, 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 Mario. Ik zei het toch? Oké, ik word nu al gek van deze iets te vrolijke muziek, hè? Dit is helemaal niet vrolijk. Dit is gewoon strijden. Oh, wacht even. Wacht even. Hier heb je van dit soort blokjes. Ik denk al, joh. Dat kan helemaal niet. Je kan er helemaal niet opkomen, dacht ik bij mezelf. Maar je hebt gewoon deze power-up nodig. Ik maar moeilijk doen met mijn katten Mario. En ik denk van, waarom kan ik dat nou niet halen, joh? Maar je moet gewoon deze hebben. Ja, en dan ga je gewoon zo. Dan moeten we hier even om de hoek, zo. Ja, en dan... Ja, hopen dat we dit halen. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ja! Nou ja, first try. Je hebt alleen even de goede power-up nodig. Nou ben ik benieuwd wat we nog meer moeten doen hier zo. Oh, helemaal niks? Dan heeft Bowser waarschijnlijk nog een geheimpje hier ergens. Waar heb jij je geheim, Bowser? Waar heb jij je Bowser-blokken? Ik zie daar wel een geheimpje van Bowser Jr. nog op de muur. Daar boven, daar, ja, lekker. Wat ga jij eruit halen? Een vuurbloem. Ik vind dit nog wel een frappant eilandje. Of liggen hier alleen muntjes?
Ja, waarschijnlijk wel. Nou, weet je wat, Plessie? We gaan gewoon even door. We gaan verder kijken. Maar hier moet sowieso nog wat gebeuren. Oh ja, we moeten natuurlijk nog dat konijn pakken. Zo kunnen we sneller trouwens. Oh, ik heb weer wat geleerd. Je kan dus duiken en dan springen en dan ga je sneller. Ah, nice. Nice. Waar is dat konijn? Kom hier, konijn. Waar ga je naartoe? Oh, 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 jongen. Plessie, daar, waar is je? Waar is die? Ja, dan gaat hij weer terug. Plessie, help. Ik druk altijd de verkeerde knop in. Altijd. Oh. Altijd de Bowser, jongen. Bowser maakt altijd chaos. Hij is weer weg. Oké. Okay. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Pak hem. Ja. Hè? Eindelijk. Man, man, man. Tikkertje tegen de konijn van het meer. Ja, je hebt een goed partij geboden, jongen. Shamig. Dat ging je hard. Ik kan er alleen niet tegen dat ik nu hier op deze nog steeds iets moet doen en ik weet niet wat. Oh, kijk. Versla de vuurschaduw. En ik gooi alvast de vuurbal naar zijn bakkes. Oh, maar die dodge die wel aardig. Kom op, schieten, schieten. Pak hem. Ja, lekker. Kom naar je broer, vriend. Kom naar je broer. Je gaat nergens. Althans, dat is de bedoeling. Ja, niet zo stoer doen, jongen. Hier. Dan komt dat je stoer loopt te doen, luigie. Je moet gewoon niet zo stoer doen tegen mij. Pak hem, pak hem, pak hem. Oh, dat was echt een lekker schotje. Ah, pak hem. Bijna, bijna, bijna. Hier, 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 hier. Ah, spring op zijn hoofd. Ook goed. Lekker. Ik vind deze altijd wel grappig. Die races tegen je, ja, tegen je evil brother Luigi. En dat was inderdaad de vijfde hier. Hoppa. Deze is ook gefixt. Lekker. Nog 5 te gaan in deze video. En dan hebben we er alweer 90. En de Bowser is weer aan, jongens. Wil ik deze trouwens ook nog doen? Of heb ik deze al gedaan? Eens even kijken. Volgens mij moet ik deze ook nog doen. Ik moet denk ik de vijanden hier verslaan. En dan moet ik denk ik... Ja, zo op zijn bakken springen. Lekker, Bowser. Goed gedaan, Bowser Jr. Hoppakee. Die hebben we ook. Lekker. Nog 2 van die visies. Hutseflatsie. Nog eentje, nog eentje. Ah, pas op voor Bowser. Lekker gedaan, Bowser Jr. Oh, daarachter, 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 daarachter. Bowser, hierachter, hierachter, Bowser Jr. Kom op, kom op, kom op. Oh, yes. Nice. Ja, en deze moest ik dus inderdaad ook nog doen. En nou weer snel wegwezen, Bowser. Opzouten. Ga maar weer lekker boos doen tegen iemand anders in plaats van tegen mij. Zo, dan kan ik weer even rustig met Plessie gaan chillen. Ik denk dat het zo langzamerhand tijd wordt om naar de overkant te gaan. Om maar eens even te gaan kijken wat we hier allemaal kunnen gaan doen. Hoppa. Dit konijntje hebben we al gepakt blijkbaar. Dan gaan we even hier kijken. Hier hebben we ook alles al gedaan. Daarachter hebben we ook alles al gedaan. Oké. Daar hebben we ook al... Wow, we hebben echt al heel veel gedaan, joh. Alleen, dat vliegende eiland, hè? Die hebben we nog steeds niet. En ik ben dus nog steeds heel benieuwd of ik die vanaf hier... Ja, zou moeten kunnen bewandelen. Ik denk dat ik misschien wel deze kant op moet. Ja, nee, nu gaat hij natuurlijk net weg. Oh, nu moeten we weer een heel rondje wachten. Ja, we moeten deze kant pakken. Ja, ik zie hem. Ik zie hem. We moeten Katten Mario hebben. Zo, nu moeten we even 3 uurtjes wachten tot hij weer terug is. Kijk, hier is gewoon rustig een trappetje voor mij. Wat aardig. Kijk, ze wachten ook nog even lekker op me. Ja hoor. En hier is de volgende. Dan wacht ik alleen wel even tot Bowser komt. Dan kan ik hem straks gelijk even wegjagen. Kijk, dan kunnen we gewoon even wat munten harken zo. Hoppa, hier wat munten harken. Hey, muntjes. Lekker. Hier nog meer muntjes. Oh, ben je er weer, Bowser? Nou, jongen. Ik zeg, ga er maar weer vandoor. Want ik heb hier een kattenzonnetje. Wegwezen. Maar dat gouden eiland daarachter. Dat is me echt nog de vraag wat we daarmee moeten. Zou hier nog een extra kattenzonnetje zijn misschien? Kijk, want bijvoorbeeld daar. Dat is een plek waar ik volgens mij niet kan komen. Oh jawel, daar kan ik wel komen. Ja, er is hier ergens een plek waar ik niet zo makkelijk kan komen. Maar ik weet gewoon niet meer waar. Oh kijk, hier wachten ze even op mij. Ze verwachten dat ik hier gewoon lekker zo hoppakee naar beneden spring. Hey. En dan kom ik hier op dit eilandje terecht. Nice. En dan vraag ik me af of ik dit al heb gedaan. Ja, zo te zien wel. Nou, Plessie. Daar gaan we weer. Hier rechts in het Miauwmeer is nog wat. Toch bij die vulkaan daar, hè? Ja, wat is hier dan nog gaande, joh? Hier kan ik niks doen, hoor, jongens. Ik kan niet zo die vulkaan inzwemmen. Wat moeten we nog doen? Heeft het dan toch met die pauwblokken daar te maken? Ik dacht dat ik dat al lang had gedaan bij die pauwblokken. Ja, dat moet haast wel met die blokken te maken hebben. Dat kan haast niet anders, want dit is volgens mij zo'n beetje wel de plek. Oké. Okay. Hoe ga ik dit doen? Ik denk dat ik deze power-up nodig heb, zodat ik een boemerangetje erop kan plempen.
Nee, zie je, dit heb ik wel al gedaan. Ah! Oké, we kunnen hier onderdoor, dat weet ik. En dan moesten we zo springen. Ja, maar hier is ook niks, toch? Hij is toch ook niet hierboven, jongen? Wat is hier gaande? Moet ik mezelf straks gewoon ergens van de vulkaan af laten vallen? Is dat het misschien? Oh, dit ging me net goed. Kijk, ik kan mezelf hier omhoog laten schieten. Dan kan ik Bowser daar iets laten doen. Ik geloof niet dat het daar is. Oh, kijk, daar gebeurt iets. Kijk, er gebeurt hier iets, jongens. Moet ik Toad redden? Ik ga Toad redden. Hier, wegwezen. Hallo, Toad. Oké, we hebben Toad gered. Toad is blij. Ja, ja. En we hebben nu het kattenzonnetje van de Toadbrigade. Ja, dan kan Bowser gelijk weer vertrekken. Dus er zijn ook nog Toads hier ergens in de wereld verstopt. En dat heeft waarschijnlijk met Toadette te maken. Als wij dan alle vier die Toads hebben gevonden en daarvoor iets hebben gedaan, dan krijgen we denk ik ook weer wat van Toadette helemaal aan het begin van deze map. Kijk, die katjes hier ook chillen gewoon, joh. Hallo, katjes. Lijkt me niet echt de meest chille plek om te chillen voor jullie. Maar hé, jullie moeten zelf weten, hè. Als het jullie gelukkig maakt, dan moeten jullie hier chillen. Oké, anyway, deze hebben we nu ook. En hier in de klimboomburcht moet er ook nog één zijn. Letterlijk hier vooruit, maar niet te ver vooruit. Eigenlijk waar we nu staan, volgens mij. Of wel nog een klein beetje hier naartoe. Ja, toch nog een klein beetje daar naartoe. Nou, dan gaan we toch maar weer even zo'n power-upie pakken, denk ik. Er moet er hier ergens nog één zijn. Zou er hier ook een Toadje verstopt zijn hier ergens? Laten we dit gebouw eens even goed gaan bekijken. Zit hier ergens een gat of zo? Ik zie voorlopig nog helemaal niks. Nee, het is ook meer hier, hè? Ah, het is niet in die toren. Kijk, hier heeft Bowser ook al iets kapot gemaakt, dus daar is het ook niet. Oh, wacht even. Wacht eens even. We zijn nou heel dicht bij dat geheime eiland van Bowser! Go, 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 go! Dit is het! Dit is Gelukseiland! Ja, en zo hebben we de eerste gelukszon gepakt. En dat is waar we naar op zoek waren. Naar Gelukseiland. Maar volgens mij neemt Bowser dit gouden eiland nu ook gewoon mee, denk ik. Dus ik denk niet dat we gelijk al deze 5 zonnen kunnen pakken. We moeten op 5 verschillende plekken moeten we dit waarschijnlijk gaan doen. Ja, kijk maar, want we vallen gelijk naar beneden. En je ziet het, nu is het vraagtekentje weg. Dus dat is wat we moeten doen. Dus als we ergens gelukseiland zien staan, zoals hier, dan betekent dat dat we daar Bowser moeten oproepen en op een of andere manier op zijn gelukseiland moeten springen. Ah, de rest van die gelukseilandjes, die bewaren we voor de volgende video. We gaan eerst deze maar even pakken op het Miauwmeer. Even kijken waar dat het precies wat is. Het is rechts van Mario. Dus het is hier. Het is hier. Toad baas heeft problemen. Toadje. Yo, ik kom je redden, vriend. Heel nice. Dankjewel voor deze kattenzon. En zo hebben we de 90 kattenzonden verzameld, jongens. We moeten er nog 10 en dan hebben we deze game ge-100%. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatoo. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Misschien wel de laatste Bowser's Fury video. Wat moeten we daarna gaan doen, jongens? Laat het weten in de reacties. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Mazzel!